Blij dat je hier bent vandaag? Ja, uiteraard blij. Ik vind het is het tweede jaar nu en ik vind dat het enorm gegroeid is. Ik vind het super interessant ook. Je ontmoet niet alleen de juiste mensen, maar er staan ook de juiste stands. Intermodaal transport of multimodaal ook transport, hoe belangrijk is dat of hoe belangrijk wordt dat? Het is belangrijk en het wordt nog belangrijker. Het wordt vandaag ook eenvoudiger om in te zetten op die modal shift, omdat er eigenlijk heel veel investeringen zijn gebeurd de laatste jaren rond, zeker en vast op binnenvaart. Dus je hebt daar veel meer mogelijkheden. En heel belangrijk is dat de verladers vandaag ook meegaan in het groener varen of in het groener opereren. Ook omdat zij de druk voelen vanuit alle ESG-doelstellingen. Dat zij ook de druk voelen rond beschikbaarheid van kapitaal, financiering en dergelijke meer. Daar wordt de druk ook opgevoerd. En men ziet ook dat de Green Deal eraan komt, de Fit for 55 komt eraan. Dus de sense of urgency begint toch langzaam maar zeker merkbaar te worden. Voel je ook dat een zekere samenwerking tussen Belgen en Nederlanders, dat we ook meer naar elkaar toeneigen om samen sterker te staan? Wel, uiteraard gaat er altijd een concurrentiestrijd zijn tussen de Vlaamse zeehavens en de Nederlandse havens. En dat is gezond, daar is niks verkeerd mee. Maar er zijn ook een aantal zaken waar men niet op moet concurreren. En ten tweede vind ik het ook heel belangrijk, en vandaar dat deze locatie Breda ook superbelangrijk is. Je kan spreken over België en over Nederland, maar eigenlijk zijn er geen grenzen. Er is een geografische ligging en voor sommige zaken is het interessanter om dan via een Vlaamse zeehaven te gaan. En voor anderen zal het geografisch interessanter zijn om via een Nederlandse zeehaven te gaan. Goed, oké, dan wens ik u nog een fijne dag. Dank u wel.